je aan één ding mag denken wat je het meest pijn heeft gedaan. Nou, dat was dat mijn hele privéleven op straat lag. Toen die ene gozer al mijn WhatsApp verkeer door de rechter op straat werd gegooid. Hi! Oh, thank you. Thank you. Doe jij het? Zal ik het doen, jongen? Laat je maar lekker insmeren vandaag. De mineralen vertragen het verouderingsproces en doen huidproblemen verdwijnen. Nou, nog even, schat. Maar echt, je wordt een oud. Oh, lekker helemaal in de mineralen. Oh, zin in. Vinden wij helemaal niet erg. Als er toch iemand met modder goed is, dan ben ik het wel. We gaan op naar de volgende behandeling. Een modderbad. Leuk. Wat kijk zou het nou zijn, beeldig. Hallo. Hallo. We komen aan bij een heel klein schattig huisje. En daar zie je een echtpaar staan. De liefde straalt ervan af. Babita en Robin. So what is it you do? Oh, we do Ayurvedic treatment here. Today we are going to give you the mud bath and the steam bath. Oh, okay. We love that. Yeah. And what does it do? That is a purification therapy, like a detoxing. Please come. Please come inside. Thank you. So. Wow. Looks beautiful. Nice. We are going to pray for the Ganesh. Gajananam Bhuta Ganadi Sevidam Uma Asudam Shokavinashakaranam. Ja, en dan gaat Babita ineens een gebed zingen. Dat vond ik zo mooi. Ze had zo'n mooie stem. Wow, what a beautiful voice. Thank you. Voordat we ingesmeerd worden met modder, krijgen we eerst een heerlijke, relaxende massage. En gaan we in de stoomcabine. Nou, we werden helemaal ingesmeerd met een soort heerlijke olie met allemaal kruiden. En moesten vervolgens plaatsnemen in zo'n grote krat. We can go for the steam. Steam box. Okay, oh mijn god. Weer hoofd op te raken. Ik dacht dat het een toilet was. Wat bloedheet. Nou, het gekke is, normaal gesproken heb ik claustrofobie, maar sinds die ervaring met die kist in de Oekraïne is dat weg. Dat is toch ook bizar gewoon weer. Dus ja, ik kan tegenwoordig in kleine ruimtes. Dus. How long do you have this? 6 hours. See you tomorrow. Babita, you have to sing for me. I love your voice. And then he gets more relaxed. Nali peeda marayil manatta marivil varnangal teertho. De behandeling van Robin en Babita is een Ayurvedische behandeling, is typisch Indiaans. Ja, het is fantastisch. Ik zit in die cabine en dan is het, voel je echt die olie helemaal in je lijf trekken. Het is echt een heerlijk gevoel. Je hele lijf voelt heel zacht aan. Mijn god zeg, ik lig haar. Oh. Sorry hoor, ik moet even een windje laten. Oh, I feel like oily bad bommel. Nou, we hebben elkaar sinds gehad. Je hoofd eruit, op het krukkie. En het wordt toch heet. En je voelt zo die olie zijn werking gaan doen. Beeldig zo. Zelfs hier zie je er goed uit. Oh, zo fijn. Goed hè? Heerlijk. Ja, die Robin begint me op een gegeven moment te masseren en die raakt mijn voeten aan en die komt precies op het punt waarvan hij zegt dat het met mijn maag te maken heeft. You have something related to belly. So I can feel that there is a tension in your stomach. Okay. Toevallig heb ik dus al 2 dagen lang last van oprispingen. Niet te doen. Dat heb ik heel vaak trouwens. Sorry, ik heb het nu weer. Oh, tyfus. Ow. Now it's gone. No more pain. No more pain. It is gone. Yeah. Already. Yes. Nou, dit is bizar. Oh, jezus. Hoe lekker, schat. Het is zo nice. Het is het lekkerste stoombad waar ik ooit in gezeten heb.
we are going to prepare the mud. Nou goed, we hebben al wat modder over ons heen gekregen in onze carrière. Dus dit kan er ook nog bij. Maar dit is goede modder. Ja, echt. Wauw. Heerlijk. Het is het idee dat je hier helemaal schoon uitkomt. Hoewel je ziel natuurlijk nooit schoon wordt. Ja, wel beschadigd is. Als je aan één ding mag denken wat je het meest pijn heeft gedaan. Nou, dat was dat mijn hele privéleven op straat lag. Toen die ene gozer al mijn WhatsApp verkeer door de rechter op straat werd gegooid. Daar ben ik zo kapot van geweest. Wat een vernedering was dat. Wat was dat erg. Vreselijk. Schat, ik heb 3 maanden lang in Kaapstad elke dag gehuild. Ja, ze hebben ook wel vreselijke dingen over jou gezegd. Vreselijk. Maar goed, hier zitten we onder de modder en deze modder spoelen we af. En laten we afspreken dat als we dit afspoelen, dat we al fucking shit van de afgelopen 2 jaar. Zo door het putje. Zo door het putje. En weg. En gewoon een nieuw begin, ook hier in India maken. Gewoon is dat. Jij ziet er met morgen nog goed uit. Ik zeg het niet normaal. Zo. Hier even drogen, schat. Gordon en ik besluiten al het modder gooien achter te laten. En letterlijk van ons af te spoelen. Ah, oh, heerlijk. En het is soms zo lekker om een negatieve ervaring van je af te spoelen. Nou, lekker. Oh, heerlijk. Ging het op mijn ziel er maar zo snel vanaf? Nee, het is weg. Ja, het is weg. Ja, echt. Alle ellende gaat. Laten we achter ons. En dat was een verademing om dat van me af te spoelen. Om dat in een putje te zien glijden. Dat je echt denkt, oké, dat zijn 20 miljoen tranen geweest. Klaar ermee. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.